Hallo allemaal kids, leuk dat je weer kijkt naar de Kids Lijst. Ja, welkom. Ga lekker zingen en dansen voor God. Dans lekker mee, sta op, trek je ouders van de bank en ga lekker zingen en dansen voor God. Yay, doe je mee? Dans en dans nu mee, hier bij ons voel jij.
Wauw, dat was gave worship. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten. Ik hoop jullie ook. Ik in ieder geval wel. Nou, weet je, vorige week hebben we ook gezegd dat je je gebedspunten kan insturen naar citylifekids@sales.nl. En we hebben ook een paar gebedsverzoeken ontvangen. En een van die gebedspunten, en die zagen we eigenlijk een paar keer voorbij komen, is dat jullie gebed vragen voor jullie opa's en jullie oma's. Sommige van jullie maken zich nogal zorgen om hen. En dat snappen we ook. Ja. Wij hebben ook nog opa's en oma's waar we ons soms best wel zorgen om kunnen maken of het wel goed met ze gaat en dat we ze nu wat minder kunnen zien. En we bidden ook voor onze papa's en mama's dat ze gezond zullen blijven. En we bidden onze families dat iedereen gezond en sterk zal blijven. Bid je met ons mee? Bid jij ook mee? Ja, ik bid goed, ook mee. Gaan we daarvoor bidden. Vader in de hemel, we danken u, Vader, voor hoe groot u bent. We danken dat u een liefdevolle Vader bent en altijd voor ons zorgt. Heer, vandaag willen we onze gebedspunten bij u brengen. Ook alle gebedspunten die de kinderen hebben opgestuurd naar het e-mailadres. Heer, we bidden, Vader, en we vragen u zegen, Heer, over al die noden. Heer, we willen bidden, Vader, voor dat onze opa's en oma's, onze vaders en moeders, onze broertjes en zusjes, allemaal gezond zullen blijven, Heer. Dat niemand ziek zal worden, Heer. We bidden voor uw leven, uw kracht en uw gezondheid. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. In Jezus' naam, amen. Super gaaf. En heb jij nou ook nog gebedspunten of dingen waar jij dankbaar voor bent? Stuur dat dan even op naar het e-mailadres dat nu in beeld komt. citylifekids@coc.nl. Hey, het thema voor vandaag is doorgaan als het tegen zit. Maar wacht eens even, Eva. Wat betekent dat eigenlijk, doorgaan als het tegen zit? Nou, soms dan zit het leven gewoon even niet, dan gaat het allemaal niet zoals je hoopt dat het zou gaan. En ja, hoe kunnen we dan toch in deze situaties toch doorgaan en toch ons leven gewoon toch leiden? Oké, dat is een hele goeie. Nou, daar wil ik wel meer van leren. Ja. Ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal gaan leren. Jij ook? Ik ben Maria. Ik ben nu een zalfje aan het maken. Zalfje, dat is een soort crème. Zo'n hele lekkere, geurende crème. Maar waarom ik dat maak, ik zal je wel vertellen. Jullie kennen Jezus toch? Jezus was ook mijn vriend. Ik ben vaak met hem meegelopen en hij is bij ons ook thuis geweest, op bezoek geweest. En Jezus heeft ook mijn broer Lazarus, die was dood, heeft hem levend gemaakt. Oh, Jezus was zo geweldig, echt. Maar weet je wat er gebeurde? De leiders van het volk, die hebben hem gevangen genomen. Ja, heel erg, weet je. Toen kwamen allerlei mensen en die gingen allemaal leugens vertellen over Jezus. Dat hij had verkeerde dingen gedaan. Maar dat had hij niet gedaan. Hij deed alleen maar goede dingen. Ja, dat weten jullie ook. Jezus had toch een blinde man ogen open gedaan. En voor een dove man had hij oren open gedaan. En toen kwamen nog mannen met een vriend die verlamd was bij Jezus. En Jezus heeft die man genezen. Die kon lopen. Oh, dat was echt wonderbaarlijk. Jezus deed zoveel goede dingen. Dat kan alleen maar God, hè. En dat was het probleem. Want de leiders zeiden, ja, niemand mag zeggen dat hij God is. Dat hij God. En Jezus zei dat wel. Jezus zei dat hij is Gods zoon. Oh. En ja, dat was dus zijn schuld. En daarom hebben ze hem gevangen genomen. Want ze zeiden, ja, je plaagt God, je beledigt God als je zegt dat je bent Gods zoon. Maar Jezus was het. En dat was het doel waarom Jezus was gekomen. En Jezus heeft niet opgegeven. Weet je hoe moeilijk het was? Ik heb het ook gezien. Ze hebben hem echt geslagen. Hij had zoveel pijn. Ze hebben hem gemarteld, echt met de zwepen. Hij bloedde echt. Oh, dat was zo pijnlijk. Maar Jezus hield het vol. En het allerlaatst, het nog ergste, ze hebben hem aan het kruis geslagen. Net zoals de misdadigers. Er was een man, weet je, Pilatus, die is gewoon lafaard. Hij wist dat Jezus onschuldig was. Maar hij luisterde naar volk, hij luisterde naar de leiders. En hij liet in plaats van Jezus liet hij een boef vrij, Barnabas. Maar weet je wat Jezus zei toen hij op het kruis hing? Jezus zei, Vader, God, Vader, vergeef hem, want ze snappen niet wat ze doen.
Jezus heeft niet opgegeven. Jezus heeft volgehouden en heeft zo vaak verteld. Voor ons ook, dat we moeten volhouden, ook als het moeilijk is. En weet je, ik weet het niet wat er allemaal komt en hoe het gaat aflopen. Maar ik weet, ergens diep in mijn hart weet ik dat het goed komt. Maar nu ben ik aan het zalfje maken, want morgen, als het eerste dag is, als het Sabbat voorbij is, dan gaan we met andere vrouwen, gaan we naar Jezus graf. En dan gaan we hem zalven en smeren, gaan netjes verzorgen. Maar ik zeg het nog een keer, ik denk dat het gaat toch goed komen. Hoi Buddy, kom eens hier. Eigenlijk wil ik jou wat vragen. Wat doe jij als iets niet lukt? Bijvoorbeeld als het tegen zit. Ik vind dat zo moeilijk. Buddy zegt dat hij dan verdrietig is en baalt. En eigenlijk het allerliefst gewoon wil huilen. Ja, dat heb ik ook. Ik word dan boos en gefrustreerd. En dan wil ik ermee stoppen. Maar ja, dat is vaak niet de oplossing. Ja, dat is heel herkenbaar voor ons allemaal. Je wordt boos en verdrietig en je denkt, zoek het maar uit, ik kap ermee, ik kan het toch niet. Dan kan je er wel eventjes mee stoppen, maar eigenlijk moet je het later dan toch wel doen. Bijvoorbeeld huiswerk maken of andere vervelende klusjes. Opgeven is eigenlijk ook geen goede optie. Als dingen tegenzitten, komt het op doorzettingsvermogen aan. Dat is dat je in staat bent om door te zetten, ook al zit het even tegen. Ja, we moeten blijven proberen en doorzetten. Maar dat is wel super lastig hoor. Dat is het ook. Maar je kan het wel leren en het maakt je ook krachtig. Kan je dat leren? Maar hoe dan? Moet je dat dan googlen op internet of moet je het leren uit een boek? Nee, dat leer je door te doen. Je kan ook kijken hoe anderen dat doen. Oh, dus eigenlijk heb je iemand nodig die het al goed kan en daarvan moet je het dan leren. Precies. En weet je wie eigenlijk ons allergrootste voorbeeld hierin is? Ik denk dat ik het wel weet. We leren het in de kerk. Het is Jezus zelf. Heel goed, Sarah. Jezus zelf is ons allergrootste voorbeeld. Van hem mogen en kunnen wij leren hoe we met moeilijke dingen goed om kunnen gaan. Zoals hij het wil en zoals hij het bedoeld heeft. Ja, want Jezus heeft het beste met ons voor. En hij wil dat het goed gaat met iedereen van ons. Jazeker. Je leest in de Bijbel hoe Jezus met moeilijke situaties omging. Bijvoorbeeld toen hij wist dat hij zou gaan sterven. Dat is toch wel super moeilijk, toch? Dan zou je toch ook denken, nou, laat maar zitten. Ik wil dat helemaal niet. Ja, dat is wel het allermoeilijkste wat Jezus moest doen. Maar toch luisterde hij naar zijn vader. God wist wat hij deed. Dat dit paste in de plan dat hij voor deze wereld had. Voor jou en voor mij. Omdat hij iedereen zo lief heeft. Ja, daar hebben wij in de kerk een tekst over geleerd. Weet je dat nog, Buddy? Johannes 3, vers 16. Want zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige zoon Jezus, dat hij hem gestuurd heeft naar de aarde. Omdat iedereen die in hem gelooft, die eeuwig leven. Ja, uit liefde voor jou en voor mij heeft Jezus dat gedaan. Hoe moeilijk hij het ook vond. En daarom mogen wij dat ook leren door naar Jezus te kijken en zijn voorbeeld te volgen. Dat vieren we volgende week met Pasen. Jezus leeft nog steeds. Buddy, zullen we dit de komende week gaan doen? Proberen en leren om naar de voorbeelden van Jezus te kijken als er moeilijke dingen zijn. Ja, bijvoorbeeld als je ergens geen zin in hebt of ergens van baalt. Of je hebt een keer je dag niet. Of als je je huiswerk niet snapt. Of je wilt ergens naartoe, maar dat kan nu helemaal niet. Want we moeten allemaal veel meer thuis blijven. Ja, dat ga ik doen. Bidden aan God om te vragen of hij mij wil helpen. Om toch door te zetten, ondanks dat ik iets moeilijk vind. En weet je, als jij dat aan hem vraagt, dan gaat God jou er ook bij helpen. Daar mag je op vertrouwen. Ja, dat vind ik zo fijn om te horen. Ik wil dat heel graag leren. Jij ook, Buddy? Zullen we bidden en met elkaar aan God vragen om ons te helpen, als ook wij soms om moeten gaan met moeilijke situaties. Dat we van hem mogen leren wat te doen en hoe te reageren. Bidden jullie mee? Lieve Vader in de hemel, dank u wel hoe goed u bent en hoeveel u van ons houdt. Wilt u mij en mijn familie en mijn vrienden de kracht geven om door te gaan, ook al is het soms even moeilijk en lastig. Geeft u ons de kracht ervoor om niet op te geven als het even tegen zit, want dat willen we eigenlijk helemaal niet. We willen graag doorgaan. Dank u wel, Heer, hoe goed u bent. In Jezus' naam.
Amen. Dag allemaal, zijn jullie klaar om moppen te tappen? Daar gaan we dan. Allereerste mop. Kan jij hoger springen als de Eiffeltoren? Ja, natuurlijk, want de Eiffeltoren kan helemaal niet springen. Wat superleuk! Twee katten lopen door de woestijn. Zegt de ene kat tegen de ander, grote kattenbak, hè? Volgende mop. Een cowboy ging naar de kapper. Toen hij naar buiten kwam, keek hij om zich heen. Wat denk je? Pony weg! Wat leuk! Waarom vliegen vogels 's winters naar warmere bestemmingen? Omdat het makkelijker dan lopen is. Wow! Superleuke mop! Oké, volgende mop. Zijn jullie er klaar voor? Het is wit en het ontploft. Wat is het? Een bloemkool! Oké, volgende mop. Twee haaien zwemmen in de zee. Zegt de ene haai tegen de andere. Hai, hai! Ik lach me helemaal. Oké, allerlaatste mop. Komt een goudvis bij de dokter? Zegt de dokter, ik zie het al. Uit de kom. Die is zo leuk. Ik vind ze zo super grappig. We gaan nu kijken naar een mop van Nora die zij zelf heeft ingezonden. Hoi allemaal, ik ga jullie een raadsel vertellen. Het is zwart-wit en danst graag. Het goede antwoord is een swinguin. Heb jij nou ook zo'n superleuke mop, net als Nora? Stuur hem dan op naar citylifekids@salesdenhaag.nl. En wie weet zie jij volgende week jouw mop terug op deze plek. Nou, superleuk. Superleuke moppen. Dank jullie wel allemaal. Ik heb in ieder geval gelachen. Doei! Naar boven,
naar boven. Nog een keer. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nu sneller. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Dans met de Rita, Rita, Rita. Dans met de Rita. Dans met de Rita, Rita, Rita. Dans met de Rita. Dans met de Rita, Rita, Rita. Dans met de Rita. Dans met de Rita, Rita, Rita. Dans met de Rita. Heel goed. We gaan door. Nu met de voeten en het hele lijf. Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, nog een keer. Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Nu sneller! Naar links, naar rechts, snel, snel, naar links, naar rechts, snel, snel, naar links, naar rechts, snel, snel, naar links, naar rechts, snel, snel. Dans met de Rita, 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 dans met de Rita. Dans met de Rita, 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 dans met de Rita. Dans met de Rita, Rita, Rita. Jullie hebben gedanst met je handen, je voeten en je lijf. En nu wil ik een antwoord, oké? Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Ruben, echt, ik zit de hele dag thuis en ik heb geen idee wat ik de hele dag moet doen. En ik zit maar een beetje gewoon tv te kijken en dat soort dingen. En ik weet het gewoon niet meer. Weet jij het? Je verveelt je. Dat is je probleem. Ja, ik verveel me echt ontzettend erg. Nou, gelukkig zit ik bordenvol met goede ideeën. Ik heb voor jou 10 ideeën vandaag meegenomen die je thuis kan doen als je je verveelt. We hebben 10 ideeën voor jou als je je thuis verveelt. Daar gaan we. Tip nummer 1. De eerste tip is, zoals jij nu eigenlijk al doet, de kids livestream kijken. Tip nummer 2. Breek samen een videoboodschap in voor een familielid of misschien wel een buurman of buurvrouw die veel alleen is. Want het is superleuk als je veel alleen bent om van iemand anders een berichtje te ontvangen of een video ontvangen waarin jij zegt dat jij aan diegene denkt, dat je misschien wel bidt voor diegene en misschien heb je wel een mooie kleurplaat gemaakt en die kan je zo dan voor de camera laten zien. Dat vinden wij een heel goed idee. Tip nummer 3. Je kunt ook je favoriete Bijbelverhaal nadoen. Ruben, wat is jouw favoriete Bijbelverhaal? David de Goliath. Wow! Tip nummer 4. Bak taarten en decoreer koekjes. Super lekker, maar ook nog eens super leuk om te doen. Allemaal lekkere dingetjes erop doen, en strooien en versieren. Wat ga jij versieren? Een koekje. Een koekje? Lekker! Ik ga er Buddy van maken. Buddy van maken. Je kan van een koekje Buddy de Beer van maken. Tip nummer 5. Vorige week was het thema natuurlijk dankbaarheid en daar kunnen we natuurlijk ook gewoon iets mee doen. Schrijf elke dag op een briefje waar jij dankbaar voor bent en doe het in een pot. En als dan corona helemaal voorbij is, kun je dan elke dag misschien een briefje eruit halen en dan teruglezen. Dat is hartstikke mooi. Supergoed idee. Tip nummer 6. Lees het verhaal over Mozes. Super tof verhaal om te lezen. Dus lees hem met je, misschien wel met je papa, mama of alleen. Lees dat verhaal. Dat is een heel gaaf verhaal. Tip nummer 7. Je kan ook gaan workouten via een YouTube-video of een app. Zoals Ruben nu aan het doen is. Tip nummer 7. Kook iets wat je nog nooit hebt gegeten. Bijvoorbeeld pannenkoeken met banaan. Huh? Maar dat heb ik gewoon, dat eet ik elke week. Huh? Echt waar? Ja, dat is mijn lievelingseten. Dat is een beetje raar. Tip nummer 9. Houd een spelletjesmiddag of avond met je broertjes en je zusjes en je papa en mama. Doe de allerleukste spelletjes met elkaar. Welk spelletje ga jij doen? Mensen erger je niet. Tip nummer 10. Ga lekker kleuren en tekenen. En dat kun je ook lekker naar je opa en oma sturen. Ik denk dat ze het super leuk vinden om iets van jou te krijgen tijdens deze tijden. Heel goed idee. Ja. Ja.
verveel me zo erg. Wat doe jij eigenlijk als je verveelt, Buddy? Buddy gaat tekenen. Buddy gaat voetballen. Buddy gaat spelletjes doen thuis. Buddy gaat een boek lezen. Buddy gaat soms buiten spelen. Wow, dat is een goed idee. Nu weet ik wat we gaan doen. Kids, doe maar lekker mee. We gaan een paar dansjes doen. Heel goed, Buddy.
Hi kinderen, hebben jullie ook zin om te knutselen? Ik heb voor jullie vandaag een knutselwerkje wat bij de lente past. Ik heb een schaap gemaakt. Een schaap waar je zelf mee kan lopen door je vingers erdoor te steken. Op de Facebookpagina van CLC Kids kunnen jullie ouders een documentje vinden waarop je kan vinden wat je moet printen. Het zijn deze schapen. Je kan ze uitknippen. Ze kunnen geprint worden op dik papier, uitknippen en dan op elkaar geplakt worden. Nou denk je, wij mijn ouders hebben geen dik papier, maar ze hebben vast wel een oude doos voor je. Print ze dan uit op gewoon papier, plak ze erop en knip ze uit. Die rondjes zijn wat lastig hoor. Dus ik denk dat papa en mama daar wel bij moeten helpen. En deze schaapjes, kan je het hoofdje erbovenop plakken. Daarna kan je ze versieren met watten, met glitters. Of misschien heb je nog wel leuke stickers liggen. Je kan het met van alles en nog wat doen. Ik heb de hoofdjes erop geplakt met deze dingen. Dat zijn plakkertjes die je voor 3D-kaarten kan gebruiken, maar je kan ze er ook gewoon op lijmen. Verven kan je hem ook. En propjes van het wc-papier maken. En een knutselwerkje wordt natuurlijk altijd leuker met een paar van die leuke wiebelogen erop. Kijk! Ik ben heel benieuwd wat jullie maken. Stuur me wat foto's op. Het is alweer bijna Pasen en voor Pasen hebben wij een hele leuke challenge voor jullie. Je kunt namelijk een TikTok filmpje gaan opnemen van het nieuwe nummer van Make Some Noise Kids, Jesus is Alive. He's alive, he's alive, oh, 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 hij is opgestaan. Jesus is alive, he's alive, oh, 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 hij is opgestaan. Dit filmpje kun je opsturen naar citylifekids@clcdenhaag.nl. Deze filmpjes worden dan allemaal achter elkaar geplakt voor in de stream van Pasen voor de kinderen. Het is super leuk om dan jezelf daarin terug te zien en dan alle andere filmpjes van de andere kids. Dus neem lekker je filmpje op. Buddy gaat er ook eentje opnemen, hoorde ik. Ik ga er ook eentje doen. Dus veel succes! Ja, we hebben nog iets super leuks voor jullie. Want we hebben natuurlijk deze kids livestream die je nu kijkt. Maar door de weeks wil jij ook leuke dingen doen. Dus we hebben speciaal voor jullie, hebben we elke week op de CLC Kids Facebookpagina extra opdrachten om naar te kijken met elkaar, om het te doen met elkaar. Soms ook nog dingen die je kan knutselen, die je kan maken. Maar in ieder geval staan er allemaal leuke dingen op elke week die jij kan doen. Dus ga lekker met je ouders naar de Facebookpagina en kijk de opdrachten. Ja kids, dat was alweer het einde van de aflevering van vandaag. Maar we hopen dat jij ervan genoten hebt. We hopen dat je hebt kunnen lachen, dat je hebt kunnen springen. Dat het een feestje was bij jou in de woonkamer. We hopen jou volgende week om 8:30 weer te zien op deze Kids livestream. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de Kids livestream. Tot de volgende week. Doei! Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Ik zag een keer een haas driftig iemand bellen, helemaal vergeten hoe zijn eigen naam te spellen. Ik zag een keer een schaap heerlijk liggen dromen. Met tellen was hij niet verder dan 17 gekomen. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Hij sprong op en neer en viel op de grond. Daarna draaide hij heel snel een keertje in het rond. Ik zag een keer
val ik toch echt doodmoe op de grond.